Goedenavond, dit is café Weltsmets en ik ben Vree. Binnen de hedendaagse bedrijven zien we dat steeds andere dingen voorop gaan staan. Niet alleen maar het resultaat is belangrijk, maar ook communicatie. En ook binnen leiderschap zien we veranderingen. Waar vroeger de hiërarchie tussen de baas en de werknemer heel belangrijk was, zien we nu dat er veel gelijkwaardiger met elkaar wordt omgegaan. Een nieuw soort leiderschap, een dienend, inspirerend leiderschap is in. En Zelfs in een uh, apart gebied als de pornografie, om maar even iets te noemen, zien we dat de beleving van de vrouw steeds meer voorop komt te staan. Dat zien we aan bijvoorbeeld de opkomst van de pornabeweging. Zouden we dus kunnen zeggen dat de vrouwelijke waarden in opkomst zijn in onze samenleving? Is dat zo? Ik ben er heel benieuwd naar en ik ben heel blij om hier te mogen verwelkomen Ieke Weda. Zij is uh, socioloog en uh, emeritus hoogleraar in. Emancipatievraagstukken. Ietke, leuk. Ik vind het ook, ook leuk. Het leuk, hè? Ja, het is echt heel leuk. Belangrijk Belang, onderwerp. Belangrijk onderwerp, absoluut. En ja. waarom? Het is in ieder geval waar, neemt toe. Uh, ik denk, uh, de, de samenleving, de westerse samenleving, is behoorlijk mannelijk ingericht geweest met wat je al zei: hiërarchie, verschillen. Heel prestatiegericht. Is het nog een heleboel opzichten hoor. Maar precies de geluiden komen al heel duidelijk in de richting van niet alleen de mannelijke, want ja, we moeten het ook niet verliezen. Het heeft ons wel wat gebracht, die mannelijke capaciteiten. Ja, ja. Het zijn allemaal kwaliteiten eigenlijk aan de mannelijke kant en aan de vrouwelijke kant. Maar eens, ook de vrouwelijke. Wat, wat, want uh, wat zijn, misschien om eerst maar eens te bekijken van wat zijn nou eigenlijk ja. vrouwelijke waarden en ja. wat zijn nou eigenlijk mannelijke ja. waarden? Ik hoor en dan dat. is het goed om even vooraf nog te zeggen, kijk, als je over vrouwelijke mannelijkheid, ja. en we zeggen ook waarden erachter, maar mensen denken dan zo gauw, het zijn vrouwen of mannen. Nee, mm -hmm. het zijn waarden, het zijn, het zijn kwaliteiten. En je hebt hele mannelijke Vrouwen en hele vrouwelijke mannen en alles ertussenin. Mm -hmm. Dus je hebt het over kwaliteiten. Nou, wat zijn ze dan? Um, je kan zeggen, het mannelijke is heel erg toekomstgericht. Doen, yeah. doen, doen. Yeah. Het Westen is natuurlijk ook mannelijk. Hè? Iedereen heeft het druk. Ja, ook vrouwen. Vrouwen ja. en mannen, vrouwen, dus mannen dus, precies. Dus wij zitten eigenlijk in een mannelijke ja, mannelijk. waarden georiënteerde maatschappij ja, op dit moment. Een mooie uitspraak een keer uh, hoorde ik, ik ren, dus ik ben. He, je okay. telt pas mee als je, als je rent. Ja, ja, ja. Dus het vrouwelijke de vrouwelijke heeft een gerecht. tegenhanger. Ja. Vrouwelijke en mannelijke zijn altijd de uitersten. Daarom is het mooi om ze bij elkaar te blijven. het vrouwelijke heeft een tegenhanger die is heel hier en nu gericht. Vrouwen worden ook vaak gezegd dat ze multitasking zijn. Hè? Dus uh, ze zien ook heel veel in het hier en nu. En ook, uh, ja, dus, dus ook het zijn, de zijnsaspecten, genieten uh, enzovoort. Dus hier en nu, genieten, zijn. Als... Ja, dat is eigenlijk één cluster. En het doen en toekomstgericht is een andere cluster. Maar ja. als je nou het centrale cluster neemt. Wat, wat is een cluster maar... trouwens? Nou ja, goed, samen, samenkomst van verschillende waarden. Ja, ja precies. Eigen... Dus je bedoelt die cluster ja. van een van het doen en de cluster ja, van het ja. Zijn, ja. zijn. En volgende, het hart van de zaak noem ik het wel eens, is het wij, het vrouwelijke. De relatie, je verbinden. Dus het wij, relatie, verbinden. Het mannelijke moet dan de tegenhanger hebben, anders kan je op aarde niet eens leven. Het wij ja. wordt dus het ik. Ja. Verbinden wordt je onderscheiden. Moet ja. je doen, anders kan je je niet iets, uh, ja. dan bereik je niks. Ja. En uh, de relatie, dat wordt de prestatie. Oké. Okay. Dus het zijn precies die tegenhangers. En als je nou zegt, echt nog andere soorten kwaliteiten, de intuïtie, intuïtie ja. hè, direct iets weten zonder enige relatie. Vrouwelijk. Vrouwelijk. Voelen. Vrouwelijk. Heeft geen grenzen ook. Moet je op aarde wel wat grenzen aanzetten via denken. Denken, mannelijk. F, mannelijk. Nou ja, ratio verstand. Ratio verstand, mannelijk. De, om nou, daar een voorbeeld van te geven. Ja. Einstein, die heeft altijd gezegd. Die heeft dus wel altijd gebruikt. Eerst is het de intuïtie. Gaat razendsnel. Dan denk je, oh zo oh, zit het. Inzicht, toek. Dan, ja. Bam. En dan ga je onderzoeken. Dan ga je kijken of het ook echt klopt. Het kan ook een onjuiste ingeving zijn, het kan ja. een frustratie zijn. Dus je hebt dat mannelijke dan vervolgens natuurlijk dan ja. weer, weer nodig? Je ik heb het allebei nodig. Dus als ik nou hoor van jou, ja, dus dan is het bij mannelijke zit doen, prestatie, denken, onderscheiden. Ja. Uh, dus eigenlijk alles waarvoor bijvoorbeeld ik ben opgevoed in deze maatschappij. Ik ja. ben 42. Uh, goede meidens op de toekomst voorbereid, je onderscheiden, ja. doen, prestatie. Ja. Heel erg mannelijk. Ja. Ja. Dus we leven eigenlijk in een hele... En als we hele... allemaal roepen dat vrouwen allemaal naar de top moeten. En ja. bestuurder moeten zitten. Ja. Dat is ook een mannelijk systeem. Hoog, laag. Dus eigenlijk wil je dan dat vrouwen zich aanpassen aan een mannelijk systeem. Ja. En passen in een mannelijk systeem. Ik noem het wel eens emancipatie in mannelijke richting. Ja, 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 precies. En je hebt het omgekeerd ook gehad hoor. Dat waren radicale feministen die zeiden. Hoezo moeten wij net zo worden als mannen? Je hebt ja, oorlog, ja. je hebt milieuvervuiling, ja. je hebt armoede. Ja. Laat de liever alle mannen net zo worden als vrouwen. Mm -hmm. Nou, dan houden wij ons man in praatgroep, moesten elkaar eens hand vasthouden, dan moet leren huilen, dat is niet gelukt. Want? Dat lukt dan nou niet? ja, omdat het ook niet om het alleen vrouwelijke gaat. Het alleen mannelijke werkt niet. Of werkt niet, werkt mm -hmm. tegen. Werkt, mm -hmm. hè? Het alleen vrouwelijke. Als ze samen zijn, zijn kwaliteiten, zijn ze veruit het sterkst. En dat zijn we nu aan het proberen, waar je mee begon dus... We zijn er nog niet, want het is nog mannelijk hier in het Westen. Ja, oké, dus we zijn het aan het proberen. Dus jij bent het in principe mee eens. Dus er is een, dus een kanteling ja. of een verschuiving gaande, waarin die vrouwelijke waarden dus, ja. dus meer voelen, meer communiceren uh, meer het hier en ja. nu uh, meer vanuit het hart meer relatie vind ik ook een hele mooie verbinding in plaats ja. van onderscheiden... jezelf ja. onderscheiden. Dus dat dat meer een plek krijgt in onze maatschappij. Met name ook in het, juist in het openbare leven. Want het privéleven is heel vrouwelijk gedefinieerd. Hè? Je houdt van elkaar, je zorgt voor elkaar, je, je bent lief voor elkaar. Je doet gevoelig naar elkaar, wordt allemaal vrouwelijk. En daar is net zo goed zakelijkheid en mannelijkheid nodig no, eigenlijk. Is dat daar te weinig dan? Of is dat nou, wel nee, in dat is niet te weinig. Maar het is de, de manier waarop het vormgegeven wordt. Het wordt in ieder geval niet heel erg centraal gesteld. Nee, precies. He, dus het, het, het gevoel moet kloppen. De, de liefde moet er zijn. Maar zou je dan niet zeggen: "Nou, dat klopt dat, dat, dat daar de balans dan in zit. Gooi je het privéleven dat is dan ja. vrouwelijk georiënteerd en dan de buitenwereld en dat is dan mannelijk georiënteerd. en dat en dat, oriënteerd, dat daar dan ja, een balans zou, in ja, zit." Ja, maar dat dat zijn de, die werken elkaar tegen dan. Want die begrijpen elkaar niet, die nee, werelden. Nee. He, mensen hebben mij ook wel eens gevraagd: als je nou op een, een hele hoge positie zet, je een, een vrouwelijke vrouw en een mannelijke man. Nou, dan heb je allebei. Nee, die twee begrijpen elkaar volstrekt niet. Zijn die zijn dus werken langs elkaar heen. Ja, precies. Dus dat is androgyne, noemen we dat, hè? dat ja. het bij elkaar komt. Ja. Dat is dan wezenlijk, ook voor bedrijven. Dat is belangrijk. Ja. En weet je waarom ik nou zeg: van, het is echt die kant op aan het gaan? Ja, dat kan je in de wetenschap zien. Er wordt zoveel onderzoek gedaan om aan te tonen dat vrouwen op alle plekken faillissementen tegengaan, dingen oplossen. Um, androgyne bedrijven zijn het beste. Dat onderzoek had een halve eeuw geleden nooit gekund. Oké. Okay, wa en waarom Om niet dan? toen? Omdat toen de samenleving nog erbij. alles moet mannelijk zijn. Ja, 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 ja. En we willen nu een andere kant op. Het gaat niet hard. Mm -hmm. Maar we willen een andere kant op. En, nou, en, ja. en, je je en we bedoel je dan gewoon dat alle verschillende groepen mensen binnen al die ja. verschillende stukken in de samenleving. Ja. En waar zie je het nog meer in? Want ik kan ook voor. Ik zie het wel heel ook in bedrijven waar ik dan ja. ook wel eens over de vloer kom. Ik denk van oh ja. Het gaat zoveel minder dan alleen maar over ja. het resultaat, inderdaad. Ik denk dat jongeren ook eigenlijk androchine al op de wereld komen. Ze krijgen het ook mee in de cultuur die aan het veranderen is. Maar ze hebben ook meer het evenwicht. Dus je ziet dat die kleine bedrijfjes, die zijn vaak heel erg gelijkwaardig. Dus daarmee bedoel je van de jongeren, mensen die eigenlijk nu op de wereld komen... of nu zeg maar he, rond de ja. twintig zijn bijvoorbeeld en bedrijven beginnen... Ja. dat die vanuit zichzelf al meer mannelijke en vrouwelijke ja. waarden hebben geïntegreerd? Alleen dat ze heel heleboel mensen direct gaan tegenspreken oh, nu. Oh, he, dat is... maar, nee, dat is niet waar. Daar komt wel bij dat je als jongeren... Ja. Uh, als tiener begint het als puber Moet je wel je ik goed ontwikkelen hè? Om in die samenleving een plek te vinden en dat is, dus, dat dat is dat het mannelijk? mannelijke ja, stuk? Onderscheiden, dat uh, ja, onderscheiden Je moet je onderscheiden, je moet niet meer dat deel van die familie zijn Je nee, moet uh, jezelf worden. Ja. En dat gaat even door Dus je kan in die generatie nog wel heel wat mannelijk zien moet je natuurlijk een plek waar maken Er wordt ook wel eens uh, Geert Hofstede heeft een onderzoek gedaan En die heeft aangetoond dat mensen naarmate ze echt ouder worden Boven de vijftig Worden ze ja. allemaal vrouwelijker Oké. Okay. Nou, je kan het aan Goed een grootvader weten. zien. He, die is vaak veel uh, relatiegerichter naar zijn kleinkind... Oh, dan hij uh, in de tijd naar zijn kind was. Maar Want die heeft al moeten onderscheiden. Precies. heeft zich al bewezen in de maatschappij. Die moet, en die precies, kan nu meer relationeel uh, ja. zitten. Maar um, dus, als je dan zegt, ik vind het toch wel interessant... die kleine bedrijven, dus bijvoorbeeld die start-ups van ja. nu... dat dus je denkt, oh ja, wat nu gaat werken... al die bedrijven die nu opkomen, daar zie je aan de ene kant... dat ze heel erg ook zoeken naar goede resultaten ja. uiteraard. Anders zijn ze niet levensvatbaar. Nee, 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 nee. Maar aan de andere kant, uh, gelijkwaardige bedrijfsvoering, ja, ja. heel weinig hiërarchie. Uh, en nee, ze gaan vaak goed soms, op de relatie. Soms zo ver dat ze zeggen: nou, beslis zelf maar hoe laat je komt, hoe laat je weggaat, wanneer je vakantie wil hebben. Want iedereen voelt zich mede verantwoordelijk voor dat bedrijf. Ja. Hè, dus het is niet en zo dat En van... Dat is vrouwelijk. Dat, ja. Nou, ik denk wel dat sowieso in de samenleving we heel lang op rechten hebben gezeten. Omdat je zelfontplooiing was heel belangrijk. Je rechten. Mm -hmm. En dat we steeds meer gaan naar verantwoordelijkheid nemen voor het bestaan ja. op aarde. Niet, niet alleen rechten, maar ook dat het goed gaat met die aarde. Je ziet het aan de milieubewegingen die toch echt wel doordringen. Het gaat niet hard, maar goed. Maatschappelijk ja. veranderd wordt ondernemen. Zeker, nou, de, nee, dat dat begrip kenden we niet in nee, de jaren zestig. Nee. Nee, nee, nee. En je ziet dat vrouwelijke er dan gelijk want het vrouwelijk is het nee. zorgzame voor die omgeving. Ja. Dus we de verbondenheid voelen met de omgeving, wij. met Precies. de ander, wij, wij. En niet minder ik, ik, nee. ik, ik. ik. Dus die, maar was de jaren tachtig dan ook niet bijvoorbeeld heel erg... soort, oh, 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 weet ik veel, verploffing ja, uh, dat, uh, dat, uh, nog even van, uh, van mannelijkheid? Ja, nou ja, goed, die, die speelt toen best nog een belangrijke rol. Toen had je dus ook behoorlijk die emancipatie in mannelijke richting. Vrouwen moesten ook... Ja. Het ja, dat was het Op juist. die, man zo die verschuiving ja. zo naar één kant. Door de instituten heen moeten we gaan. En, maar die instituten werden niet aangevallen. Nee. We moesten, we moesten meedoen. En daar hebben we ook, ik weet het. Maar nu worden die instituten wel aangevallen. Dus. Ja, eigenlijk gaat het nog niet hard. Maar juist in crisissituaties heb je kansen. Ik vind nog niet dat ze optimaal benut worden. Nee. In, in deze situatie, een crisis is letterlijk een kans. En die crisis is niet zo dat we allemaal op straat liggen te sterven. Dus nee. het was heel goed te doen om eigenlijk versneld nog. Die verandering erin te brengen. Maar misschien komt het nog. En je, nou, je weet hoe de banken nu aangevallen worden. Ja. Joris dat zijn ook allemaal hele mannelijke bolwerken eigenlijk. Ja, nou, zo'n boek als van Joris Luylen. Ja. die laten ze helemaal zien hoe uitgesproken mannelijk dat is. Ja. En waar de mensen zichzelf, ook de mannen. Ja. En ook de vrouw die er zit, want het zijn zowel vrouwen als mannen zich helemaal niet zo lekker bij voelen. Dus eigenlijk is het, helemaal, is het voor mannen en vrouwen helemaal niet goed als we in een door mannen, mannelijke waarden gedomineerde nee. wereld leven. Nee. En dat, dat beginnen we door te krijgen dat we beter af zijn met z'n allen. Ja. Als het vrouwelijke element daar gelijkwaardig in gebracht wordt en dat betekent dat je het mannelijke element ook wel wat meer nog in het gezin en in het privéleven mag brengen ja. en dat gebe en gebeurt dat dan door ja de mannen die dan ook mannen uh, die ook gaan opvoeden ja. maar dan ook weer die zitten op hun beurt weer te klagen ja maar ja als ik dan niet de juiste sokken in de wasmachine doe of wat dan ook ja dan komt zij laat mij het maar doen ja, dat moet ook kunnen blijven klagen <laughs> dat is ook waar ja is het vrouwelijk ja. of mannelijk eigenlijk <laughs> Ja, mannen, nee, het, is is, manlijk, het is mannelijk. Het is doorgeschoten. Nee, het is een, kijk, want wat we dan uh, soms wel eens mannen zijn, bot wordt er dan gezegd. Maar dat is dus doorgeschoten kwaliteit. Dan ja. komt dat vrouwelijke er helemaal niet bij. Vrouwen, Vrouwen zijn en roddelig, roddelig. roddelig. En dat is doorgeschoten. Want doorgeschoten. Communicatie. Ja, doorgeschoten. met relaties, naar relaties kijken. Ja, He, ja, wat, ja. wat gebeurt er tussen mensen? Wat is er tussen mensen? Ja. Maar is het, nou, is het nou het doel dat we allemaal hier straks als androgyne wezens op die aarde lopen in een androgyne samenleving? Nou ja, uh, misschien over 100.000 jaar of zo. Uh, nou nee, dat dus zeg ik heel veel. Maar je hebt een Franse filosoof, dat is Elisabeth Badinter. Of je spreekt het anders uit, maar dat weet ik niet. Um, en zij zegt: We zijn al heel ver op weg naar androgyne mensen. Mm -hmm. En als ze eenmaal zo ver zijn, verdwijnt ook helemaal de passie. Nou, ik wou ik wil ook zeggen dat die helemaal niet verdwenen is nog. Dus er is nog best fundamentele verschillen tussen het mannelijke en het vrouwelijke. En als ik over androgynie praat zelf, heb ik het over androgyne vrouwen... Mm -hmm. die toch vaak nog een andere basis hebben en androgyne mannen. Die ook en die aan... andere basis, je kan toch wel als, uh, als basis hebben dat je een vrouw bent... en tegelijkertijd ja. een hele mannelijke waarde ja. hebt geïntegreerd? Ja. Denk even aan bij mezelf bijvoorbeeld. Ja? <laughs> wat is jouw meest mannelijke waarde? Ik heb ook wel een soort... ...partjepeer kwaliteit. Of, uh, wat, wat, of juist iets heel irritants. Wat betekent dat, dat precies nee, eigenlijk? Gewoon, ik ben heel onafhankelijk. Ik ben alles ja, ja, zelf. Ja, ja, ja. Op het overdrevene af eigenlijk. Vind ik zelf ja, ook. Ja. En terwijl ik eigenlijk gewoon ook wel heel goed in de, in de basis ervaar gewoon dat ik echt een vrouw ben. Die ook, ja. uh, die ja. ook, ook heel communicatief, maar ook dan, wel gewoon in de verlangers van een vrouw, het vrouwelijke. Want en... dan gaat het om dat het samen gaat. Ik heb nou, kijk, onze hele grote stromingen, socialisme en liberalisme, hè? dat zijn de grote stromingen. Liberalisme is mannelijk, hè? Als alle Eken maar hun best doen in de wereld, oh, gaat het ja. goed met de wereld. He, het socialisme is vrouwelijk als wij maar heel veel van elkaar houden en alles eerlijk delen, Deel gaat goed het goed met de wereld. Ja, allebei allebei is werkt dus niet. Nee, allebei nee. Werkt niet. Dus als PvdA en VVD samen gaan, gaat, komt het goed, zou je zeggen. Maar is dus niet zo? Nog niet. Ik vind het een stap in de goede richting. Ja. Omdat ze geen geïntegreerde visie hebben. Het is een compromis hier, een compromis hier maar daar. Maar is de manier van hoe ze met elkaar omgaan weer te mannelijk? Omdat ze ja, te ja, veel tegenover elkaar gaan ja. camphanen ja. En niet dan weer kunnen denken. Oké, okay, jij denkt dit, hoe kunnen we het in elkaar schuiven? Dat het ja. een interessant beleid Komt wordt. ook wel voor in de politiek. Maar in het algemeen is de politiek en het debatteren mannelijk. Ja. Hè, ook voor vrouwen dus. En uh, het, het vrouwelijke gaat meer de dialoog ik irriteer aan. Irriteer me er ook zo aan eigenlijk. Maar ik denk heel maar veel in. Irritatie vrouwen... zit altijd in jezelf, hè? Dat weet je. Oh, ja, dat is weer een spiegel. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> dan <lacht> dan <lacht> dan <lacht> Mag ik hierna een psychologisch consult <laughs> ja, ja. Nee, ik, heb, ik weet het ook nog, maar, maar wel, ik denk dat heel veel vrouwen, of, uh, en ook best wel mannen met vrouwelijke waarden, ja. zich dus ook op een bepaalde manier niet, zich niet thuis voelen in deze maatschappij. Dan denk ik, oké, okay, ja. ik moet dus hier, dan moet ik daarin, dan moet ik. Hè? Ja. Maar dan moet ik ook een dat ander he? gedeelte van mezelf moet ik achterwege laten. Ja. Want ja. die vrouwelijke waarden worden er ook heel onder, onder ja. gewaardeerd. Ja, kippenhok, uh, communicatie... Uh. Ja, nog steeds. Dat ook is het nog, oude. Naast dat het opkomt, ja. zie je ook er eigenlijk nog heel ja. veel kritiek op. Carl Gustav Jong, een bekend psycholoog van mm -hmm. de vorige eeuw... die heeft, die heeft gezegd, ja, dat komt omdat we met een soort collectief onderbewuste leven. Ja. En als we dat niet helemaal eerst bewust maken, dan kan ja. het pas afvloeien. Maar het zit er gewoon nog. Ja. Ja, en dat geldt net zo goed voor jou en mij, hoor. Ik heb altijd zo'n zinnetje van... Uh, de arts, uh, van, stel het je even voor... De arts verleidde de verpleegkundige. Mm -hmm, heb je een paar ja, beelden erbij? Ja, dus Zeker, geweldig. Ga nou, door, ga door. Heb je een vrouwelijke arts gezien met een mannelijke verpleegkundige? Oeps. Oeps <laughs> een arts van 25 met een verpleegkundige van 60 jaar. Lesbische arts met een lesbische verpleegkundige. Dat nee, is echt een uh, oh, heel klassiek beeld, ja. zeg. En dat beeld, dat, dat moet heel erg. Op ja. heel veel vlak hoor zijn die ja. beelden. Met sollicitaties, als er iemand binnenkomt. Ja. Je dacht toch niet dat we alleen maar naar het cv kijken. Het is, ops, die uh, moeten we hier niet hebben. Weet je wel, iemand komt er binnen. Maar dat is toch ook wel qua sfeer of qua Dat je denkt, hé, uh, hey, ja, je kan ook ja. wel iets bij voorstellen natuurlijk. Ja, je moet er ook best naar luisteren, maar het, het weegt heel zwaar. Ja, dat je te veel vooroordelen gaat zitten. Een grote ploen. manager moet je kiezen. Nou, dan komt daar een vrouw binnen die een beetje vriendelijk uh, glimlacht. Ja, nee, precies. Val je weg. Val je al weg. Nee, ja. dat is te aardig. Want aar nee, aardig nee, zo aardig niet. moet je vooral niet zijn. Nee, dat moet je vooral niet zijn. En misschien zijn. is ze wel heel sterk en heel dit en heel dat. Maar ja. als, je, als je zo binnenkomt, dan... Ja. Uh, want zodra Ja, dat is grappig. Ja. Dus zou, beelden, we moeten op die beelden. En zou de wereld dus ook, als die waarden ze onderschatten, zou die wereld ook liever moeten worden. Of zachter dan. In het maatschappelijk discours of in de politiek. Ja, je. aandacht, meedogen voor elkaar enzovoort. Dus eigenlijk wat er nu gebeurt met de vluchtelingen, bijvoorbeeld. Dat die hele stroom is, dat is een soort vrouwelijke impuls. Iedereen zegt: wacht, wacht even, wacht even. Dit gaat niet goed. We gaan, goed, hiervoor wij gaan even hiervoor staan. We gaan jassen ja. regelen, plekken in ja. huis, weet ik veel. Ja, dat kan je vrouwelijk, het wijgevoel. Het wij gevoel, gevoel, En dat hebben ja. mannen natuurlijk ook, net zo goed ja. voor een deel. Oké, okay, dus, dus we gaan naar een samenleving toe, hopelijk, waar het meer geïntegreerd is. Ja, meer geïntegreerd mannelijke, vrouwelijke kwaliteit, ja. Ja. En um, ik zit dan even te denken, wat, uh, wat zou er dan echt wezenlijk anders zijn dan de, dan de samenleving nu? Wat zou er dan helemaal anders zijn? Dan zou, zou ik me er beter ja, in moeten over kunnen de bestes, als vrouw hoor. Ja, ja. Ja, want niet in het Oosten? Nou, ik denk dat, dat er veel meer dingen, en er wordt al wel veel over geschreven, maar veel meer zaken als uh, minder werken. Hè, en nu is het toch nog steeds roepen, nee, maar het, het komt zelfs nauwelijks aan de orde. Er is een grote werkloosheid. En we zeggen, nou jongens, dan gaan we allemaal toch eens uh, tien uur per week minder werken. En dan herverdelen we die, ja, dat, kan dat werk. Maar dat kan gewoon niet. Dat is, dat is iets wat, wat we niet ons... Maar druk, hebben. druk, druk is toch eigenlijk alweer helemaal uit, zou je zeggen? Nou ja, maar we hebben dus druk voor degene die werken. En we, we hebben uh, zelfgevoelverlies voor degene die uh, geen werk hebben. Ja, precies. Dus werk is het belangrijkste. Ja, werk met, uh, vinden we nog steeds heel belangrijk. En ja. als daar die vrouwelijke waarde wat minder... Dan kan je ook zeggen, waar ligt je passie? Waar ligt je echte passie? Hè? Niet van, uh, wat geeft mij hoog inkomen en hoog aanzien? Nee, waar ligt mijn passie? Wat wil ik bijdragen hier op aarde? Ik heb studenten wel eens gevraagd, wat is ja. nou je echte motivatie? Ja, ik moet aan bedenken aan al, 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 al vorige interview inderdaad. Wie ben je nou eigenlijk? Wat wil je bijdragen ja. aan deze maatschappij? Wat en hoe je kan je die twee eigenlijk verbinden? En als je dat direct dan ook verbindt met geld en status, ja, dan vallen sommigen daarvoor. En dat is ja. jammer. Ja, ja, ja. ja, en dat ja. Dan mis je de eigenlijk de boot ja. van waar het echt om gaat. Ja, en dan krijg je denk ik echt een betere samenleving met gelukkigere mensen. Dat is toch wel belangrijk. En niet zoveel burn-out en weet ik wat. Want dat is, komt nooit door hard werken, burn-out? Het komt altijd doordat je niet dat doet wat je eigenlijk wil doen. Hm, Die moet ik even onthouden. Um, ik zit te denken. Is dit uh, hele deze beweging? Dus, eigenlijk zijn we is deze samenleving nu gedomineerd door mannelijke waarden? <laughs> We komen niet uit het paradijs, toch? Waar het eerst allemaal gelijkwaardig was. En tot... we zijn wel heel van... andere stammen geweest met andere verhoudingen, hoor. Van dat wel. patriarchaat heb je ook wel gehad. Ja. En het patriarchaat is natuurlijk veel sterker geweest dan het nu is. Ja. He, de man is boven, staat boven de vrouw en zo. Dus er zijn wel variaties. Maar ik ben niet heel gespecialiseerd in stammen en dergelijke. Nee, precies. Maar ik ben zo benieuwd: is dit nou een soort. Kan je dit nog inkaderen in een groter uh, idee? Zeg maar, zijn we, is het een soort. soort... Een soort ontwikkeling van de mensheid, dat wij nou, ons moeten gaan uitbalanceren, zou je kunnen ja. zeggen? Of, uh... Ik denk dat het een ontwikkeling ook is. En het heeft in twee eeuwen tijd ontzettend doorgezet van in je kleine regionale groep groepleven, met zelfvoorzieningen uitwisselen, zijn, gaan we steeds groter denken. Uh, zijn we eerst een nationale staat, werd en toen kregen we de gulden, dat hadden we daarvoor helemaal niet. Nou, gooien we het in Europa, hoe moeilijk dat ook nog is, maar goed, we hebben de euro. Ze zijn nu met een wereldmunt bezig, de Mondo. Steeds groter denken, we willen steeds meer die hele wereld het is alles, integreren. En, en tegelijkertijd is regionaler, gek genoeg, toch? Ja, maar dat moet, ook, dus dat moet dus ook. Die, dat is ook weer evenwicht. Je zelf. kan niet alleen in wereldniveau. Nee, nee. Dus het moet gelijk ook regionaler. Nee, is dat juist kleiner de denken samengraal. en juist groter. Ja, precies. Centralisatie, decentralisatie. Ja, 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 ja. En dus het betekent dat de Oosterse cultuur en de Westerse cultuur zich ook gaan vermengen. En oude Oosterse culturen hadden heel wat vrouwelijks in zich. Hè. Dus uh, geniet maar van het leven. Ja, die waren, die waren niet zo ontwikkeld En niet zoveel medische dit. En, maar doe maar zus. En um, die hadden systemen als de tarot en de I Ching. Nou, daar krijgen wij kippenvel van. er is dus geen uitslag van en zo. Nee, in het niet westen. hoor. Maar ja, nee, behalve ik ook niet. Vregen, maar vanuit het mannelijke ja, zeker. denken. Zeker. Oh, oh, oh vaag. Ja. Mannelijk denken is logisch oorzaakgevolgd denken. Ja. Vrouwelijk denken zegt, goh, hier en nu is alles met alles verbonden. Ja, toeval ja. bestaat niet. Ja. Dus als dat allemaal bij elkaar moet komen, dan moet je dus ook wel die kant van de androgynie op. En het kon wel zijn, het, het ziet er nog even niet zo vreselijk uit, maar dat we dan toch een wat minder geweldvolle wereld krijgen. Oh ja? Dat ja. is toch goed nieuws? Nou, het, het vrouwelijke en het mannelijke. Als het mannelijke uitschiet, wordt ja, het geweld. Dat zijn een bommen, ja. onze assaads van de wereld, ja, zeg dat maar. Ja, dat zijn het, precies. Dus dan wordt maar die het geweld. heeft een hele leuke vrouw, schijnt. Maar zou ze heel vrouwelijk zijn? Nou ja, ik weet lijkt het lijkt me niet. Maar dan als het vrouwelijke doen. doorschieten kan ja. ook, dan wordt ze ja. depressief. Ja, dus mm -hmm. dat zijn altijd uitschieters van goede kwaliteiten. Dus als het mannelijke doorschiet wordt worden, gaan ze slaan. Ik kan de situatie niet meer aan, ik ga slaan. Okay. Vrouwelijke, oh, het gaat allemaal niet goed met me. Met me. Het, is, het, is, het is helemaal niet leuk. Zie wel, ik ben echt een vrouw. Ja, <lacht> <lacht> je ziet er anders stralen uit. <laughs> <laughs> ja, het is allemaal schijn. schijn. Oh knap, knap. Ja. Uh, nee, het is het hele spectrum, denk ik. Ja. Uh, Oké, okay. dus dan dus gaat alles zich vermengen met elkaar. Dat zou mooi zijn. En ik weet niet of ik dat nog meemaak hoor. Ja, dat is dat, toch dat, een lang dat, proces. Maar is dat een soort, is dat een soort spirituele eindplek? Uh, waar we dan met z'n allen moeten komen. Dat het vrouwelijke en het mannelijke helemaal. En dan gaat ja. het geweld van de aarde weg. En dan gaan we weer nou, weg, weg, weg. Ik, ik, dat zeg ik. Het is, ja. is, 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 is een soort streven, zeg maar. Daar ja. wil je heen. Maar wie wil daar heen eigenlijk? De ik denk met z'n allen. Omdat we helemaal Wij. niet zo uh, fijn vinden. Al dat geweld en dus, zo. Uh, om daar toch meer evenwicht in te brengen. Dat denk ik. Dat je dus, toch... Dat, dat, dat ja, is zelfcorrigerend. Uh, ja, dat is toch iets... En dat milieu... Dat of toch ook wel en zo. Dus ik denk wel dat we die kant op gaan. Maar, ah, maar zoals ik zei, er is in twee eeuwen al ontzettend veel veranderd. Veel, heel, dus het gaat eigenlijk alleen maar sneller. Ja. En ik in heb de eigenlijk de laatste vijftig jaar, ik heb net vanochtend naar zitten luisteren in de krantencorrespondent en er was een interview. Oh nee, er was een college van een zweet. Mm -hmm. En eh, er stond erin en die kon zo haarfijn uitleggen hoe de hele wereld al veel minder arm is. En ben ik altijd, oh ontzettend veel armoede. Hoeveel meisjes denk je? Hoeveel meisjes denk jij? Dat er uh, op de basisonderwijs ja. krijgen over de hele wereld. Hoeveel procent? Uh, oh, Zeggen dus, ze dat? Uh, 60, 80, 90 procent. Iets in de oh, 85. Oh. En heel veel ja. mensen dachten: 20, 30, 40 procent. Oh, ja. ja, ja. En dat is razendsnel allemaal gebeurd. Dus we, we kunnen we eigenlijk ook al, wel al over dat soort dingen hebben. Ja. ook. Dus er ja, gebeurt we hebben ook al van alles. Want de, de wereld wil binnen 15 jaar de armoede opheffen. En, hij laat, en iedereen denkt: ja, dat kan niet. Nee. Hij laat eigenlijk zien dat dat heel goed kan. Ja. En dat is weer wat anders dan oorlog en geweld. Hoor. Da daar, zitten, daar zitten natuurlijk nog hele oude pijnen in ook: de hele oude religieuze pijnen. Mm -hmm. uh, nou ja, culturen die elkaar dwars hebben gezeten in het verleden. Dus daar ben je niet zomaar vanaf. Dat, uh, want dat, dat moet ook allemaal nog. Ja, 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 ja? ja, dat ook allemaal nog. Ja, karma, toch? Mag je dat zomaar zeggen? Mag je zomaar zeggen? Ik doe het gewoon. Wat, wat mocht ik doen hier? Dat is mijn inbrengcafé. Oh, 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 die spirituele is wel heerlijk. Ja, dat is juist goed. Want dat is, dat is misschien wel iets wat... wat hè, als nou vrouwen en mannen zitten ja. te kijken... Van wat kan je dan... Uh, zelf doen als vrouw of als man? Of wat? Hoe, hoe zou je ja. dat zelf in je leven kunnen zien dan? Of, om, als ik denk, van, oh, ik ga meer het hier en nu en dat helemaal accepteren, of ik ga meer mijn vrouwtje ja. staan, ik ga ja, zo'n mannetje. Ja, als, je, als je zo lekker in elkaar zit dat je echt een beetje. Zelfkennis, daar begint alles mee. Hè? Dus dat, ja. even, even goed kijken hoe je zelf bezig bent. Als je nou als man denkt, oh, ik ben toch eigenlijk wel heel erg mannelijk bezig. Ja, dan kan je ze gaan verdiepen in allerlei. Maar dat doen, dat, dat gebeurt natuurlijk. Dat gaat he? ook, ook met al die workshops en ja. dingen. Ja. Nee, die spiritualiteit gaat er echt wel inkomen ook. Ja. Dat gaat niet zo hard als ik gedacht had. Nee. Maar aan de andere kant zie ik, zonder dat er woorden gebruikt worden, ook in de wetenschap toch veel meer die kant op gaan. Maar de woorden worden niet gebruikt. Er wordt niet gepraat over reïncarnatie, er wordt niet over. Enzovoort. Ja, Maar je ziet wel dat daar. Hoe, ja, dan, je ziet, hoe kan je dat dan zien? In onderzoek, over de manier waarop ja, onderzoek. Ja, de is. onderzoekskeuzes ook. Ja, ja, en ja. dat is altijd vrij, de onderzoekskeuzes. De hypotheses die gesteld worden, gaan veel meer de richting van die vrouwelijke kant op. Ja, 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 ja. Dus uh, kijk, we doen altijd net alsof onderzoeksuitkomsten absoluut zijn. Uh, dat ja, dat hebben ze we wel geweten laatste ja. tijd ook weer natuurlijk. Dat ze ook niet. Nee, nee. Maar we zeggen toch ook, het is een instituut met achterhaalde waarheden op een gegeven moment. Dan komt er weer een nieuwe overheen. En zo. Het zijn Dat zeg je absolute. over je eigen... Ja, maar dat ja, is de wetenschap dag, zelf. Ja, dat, de wetenschap dat laat zelf. de wetenschap ook zelf ja, zien. Die, die laat zelf zien. Wij, moeten, wij, wij komen met een uitkomst. En dan, moeten we, dan, dan is het op een gegeven moment achterhaald. Dan zijn we weer wat een stap verder. Ja. Nog een stap verder. Nog een stap verder. Maar die zachtheid, of die, die, dat stuk zelfflex, merk je op de universiteiten vaak helemaal niet. Toch? Nee, ja, je, het is een je heel denkt, mannelijk instituut. Mannelijk. Ja, ik denk dat je moet heel bewijzen. Ik, ja. ik train heel vaak studenten bijvoorbeeld. Ja. Als de dood voor, voor, voor ja. hun professoren. Die dan eh, allemaal hun instrumenten geven. En willen, op de universiteit zijn ze ook als de dood voor vragen over wie ben jij. En wat is, wat, is jouw, wat is jouw passie? Wat dat is zeker. jouw motivatie? Nee, je moet leren, leren, dat leren, dat leren. Dat, je en persoon leren. gaat helemaal weg juist. Ja, je weg. persoon moet verdwijnen. En je moet juist zo zakelijk en zo. Ja. Als je maar intelligent en professioneel overkomt. Ja, moet je nou maar. je nou voorstellen dat je psychologie hebt gestudeerd. En je ja. weet niet wie je zelf bent. Je projecteert het vrolijk al je problemen op, op de ander. Ja. Dus het gaat er nou in eerste instantie op, maar bij alle richtingen eigenlijk. Dus het begint bij zelfkennis? Ja, het begint bij zelfkennis. En dan kan je kijken, nou, als ik op die manier me nog wat wil ontwikkelen, Nou, welke literatuur hoort erbij? Welke werkgroep hoort erbij? Welke, hoe, ja. hoe, hoe test ik dat tussen mensen? Ik denk dat heel veel mannen dat ook heel prettig ja vinden ik eigenlijk... Oh, ja. Ja, als ik het aan mannen... en vrouwen ook... He, eigenlijk ja. weet je wel juist... om, om, om dat vrouwelijke ja. meer te kunnen toelaten. Je hoeft je niet steeds stoer te bewijzen. Dat, dan. dat hele gedoe. Dat... En de hele tijd onderscheiden dat het onderscheiden en ja. het uh... nee, resultaat. Ik heb zalen voor mannen toegesproken... en dat gaat altijd. Die vinden het eigenlijk heerlijk. Dat en, merk ik. En en ook aan de vragen. En, maar als ze maar de samenhang zien... Hè, het mannelijke wil het wel begrijpen. Ja, precies. Maar dat moet ook. Want het, is ook, het moet wel in balans komen. Want ja. een gezond vrouwelijke... ...waardensysteem... Dat, ja. ...dat ondersteunt eigenlijk... ...een gezond mens. Ja. Dat het een eigenlijk niet uit de bocht vliegt... Ja. ...en het ander ook niet. Ja. Precies. Wat heerlijk. Precies. Dus er is hoop voor deze wereld. Absoluut. Was jij hem kwijt, de hoop? <laughs> dat nou, niet, hoor. Het is wel lekker dat om niet. even met mensen te praten... ...die, uh, die dingen moeten, die in ja. mijn hoofd zweven... ...even heel goed kaderen, zeg maar. Ja, ja. Ja. Leuk. Je kan er wel goed over praten. En begrijpelijk ook. Goh, nou... Ik, uh, ik ben al helemaal, ik, uh, ik ben klaar, volgens mij. Zal ik nog eens kijken wat ik hier nog over had? Volgens mij uh, ben ik helemaal klaar. je ja, helemaal gehad. Ja, ik ja. ben bijna klaar. Misschien als laatste. Uh, hoe, heb ik, de, hoe doe jij dat zelf in je leven? Wat heb jij zelf op dit vlak ja. nou het uh, meest geleerd? Of, 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 en waardoor? Ja, de, ik heb iets gedaan eigenlijk, dan kan je pas, als je, want ik ben nou een stukje ouder, dus dan kan je dan pas, als je een heel leven achter de rug hebt, een stuk achter de rug hebt, kan je het pas zien. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo, ik heb niet gekozen. Eigenlijk is dat heel vrouwelijk. Ik heb, ben gewoon een beetje met de stroom meegegaan. En alles kwam ik in relaties terecht. Ja. Hè, dus uh, voor mezelf, voor mijn privéleven, relaties. Maar ook uh, het onderzoek naar relaties. Ik wou oorspronkelijk toneelspeelster worden. En dat ja. mocht niet van mijn ouders. Zo <laughs> ja. Nee, want ik wou. Nou, waarom wouden ze dat? Uh, waarom mocht het niet? Ze dachten dat het te gevoelig was. Maar het was, het was in het begin jaren 60 Dan was dat helemaal niet netjes. Nee. Bovendien was het opleiding een huwelijksmarkt. Dus dan zou je met een toneelspeler trouwen. Ja. Dat was nog minder netjes. Ja. <laughs> dus... moeten we moeten hierover verder praten in de nabespreking. Ja, dat is waar. Die kan je lezen die kan je zien op internet. Want ik ben heel benieuwd naar, naar dit, verder dit verhaal. Want uh, van onze meesters uh, moeten we het leren. Dankjewel, je Graag gedaan. Super interessant. Mijn, uh, mijn hoofd is, is helemaal uh, geprikkeld. En uh, nou, ik ga lekker met je napraten. En uh, als je dat wilt zien en je kijkt naar tv, dan kan je dat terugzien op www.caféweldsmerks.nl. Dag. Oh. <laughs> Daar nou, vertel. Dus je ging niet kiezen? Ja, nee. Nou ja, ik, ik heb niet gekozen. Ja, ik koos voor toneelspelen. Dat ja. werd ik niet. Toen ik vijftig was, zei een astroloog tegen mij: Van kwam leuk. Die zei: Die zat met zo'n moroscoop te kijken. zegt: Je bent geschikt voor het onderwijs of voor het toneel. En toen besefte ik voor het eerst: ik ben gewoon bij het toneel gekomen. Alleen ik mag mijn eigen teksten schrijven. Want ik geef heel veel lezingen, heel veel colleges. gegeven. Dus dat is natuurlijk mooi. Maar ik heb nergens. Een soort toneel bijna. Ja. Nou ja, goed, maar, maar ik doe, doe het zelf. Ja. Maar ik heb nergens voor gekozen. En mensen hebben het er altijd zo over: oh, je moet, je moet je een doel stellen en zo. Dat is een mannelijk stuk. Je moet je een doel stellen. Ik moet daar komen. Dat wil ik bereiken. Ja. Nou, zonde als je dat doel zo sterk stelt. Want als je het niet uh, haalt, ben je teleurgesteld. En onderweg zie je niet zo goed wat je zich nog allemaal aandient. precies. Dus, maar het is allebei toch, want je hebt ook mensen die heel erg zwalken. Ja. En dat je ja. denkt denk van nou, die mag wel even, die eventjes, hop, en tak, 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 ja, ja. tak. Ja, nou, dat kan natuurlijk ook heel goed. Ja. Bij mij, ik kwam altijd wel ergens terecht. Nee, en precies. En ja. ik, ik kwam met die stroom kennelijk mee, want ik, ik ben gewoon op aarde gekomen. Wou je dat ook nog weten, waarom ik op aarde Ja, kom? nou, dat denk ik geweldig. <laughs> ik hoop dat het is, dat verder <laughs> een medium aan mij verteld. Oh, nou, vertelt. Ik ben op aarde gekomen om het vrouwelijke te versterken. Echt waar? Ja. Dat vond ik zo mooi gezegd. Dat hoi, alle hoi, kwartjes hoi, hoi. Dat vielen. Ik vind van mijn research? dat ik gewoon deze vrouw heb ja. uitgenodigd. Dat ik daarom jou gevonden heb. Dat klopt wel ja. heel dat erg. Klopt, maar ik ben zelf in heel veel opzichten mannelijk. Maar dat geeft het ook niet. Want dan kan ik het ook beter in die samenleving zetten. Ja, want dan heb je dan weer nodig. Dat, ja, om dat dat om we nou weer nodig. naar buiten te manifesteren. Ja. Dus want was, ik kan me herinneren dat jij vroeger ook, zeg maar. Gewoon uh, overal interviews, dingetjes. In de Margriet of zo. Over ja, Libellen heb libelle ik een op kom de kolom gehad. Dat is mijn moeder altijd, kan ik me herinneren. Oh ja, ja ja Heel veel ook in tijdschriften geschreven. En altijd maar weer dat vrouwelijke naar boven houden. Dat is wel grappig. En dat is dus in mijn leven... Het stuk vrouwelijk wat ik in mijn leven goed ken... is dat ik met de stroom bij me ga. En komt wel op je pad. Dat is ook heel spiritueel. Het vertrouwen. Het vertrouwen. Want dat is helemaal niet wat nu in de zagen gaat. We gaan over zelf doen, maken, daar komen. Vertrouwen. Wat je echt wil, dat wordt opgepikt. En dat krijg je ook. Er zijn ook boeken van, hè? The mm -hmm. Secret. Een beetje, ik vind dat een beetje plat, want het gaat natuurlijk om. Wordt uh, heel uh, vaak heel plat geïnterpreteerd, ja, van, dat soort dingen. Maar als je, je maar wil, dat in een huis, groot huis. Van drie ja. ja. miljoen, als een maand later is. Het. Nou, zo is het niet. Als je op een diep niveau, en dat wordt wel onderscheiden in de kosmos. Mm -hmm. Als je op een diep niveau iets wenst, dan krijg je het op je pad. En ik heb zo maar je denkt onderscheiden in de kosmos. Ik vind het fantastisch, klinkt. Maar wie doet dat dan? Nou ja, ik, ik, ik ken ze persoonlijk niet daar. Nee, Ik ook niet. Na mijn, mijn, mijn rugnummer. Maar ik ga er wel vanuit dat ja. we allemaal dat we allemaal uh, begeleiding om ons heen hebben hoor. Ja. Dat alles anders een stuk op de hele aarde een stuk minder soepel zou verlopen. Ja. En we denken wel dat we alles zelf uitvinden vind ik al zo schattig eigenlijk van ons. <laughs> He, dus dus dan denken wij dat wij dat hele internet en weet ik wel, dat we het allemaal zelf hebben gedaan ja. met die eenvoudige... Dit is gewoon een doorgeefluikje. Ja. Het komt ergens anders waar, uit een soort, soort groter bewustzijn. Het is een heel groter bewustzijn, waar ja. de intuïtie ook zo... Het is ook dat de denk. gek voor dat we denken dat wij hier bewust zijn, maar ja. dat overal om ons heen, in ja. het wat ons gecreëerd heeft eigenlijk. Want ik zit hier ook, ja. Maar, ja. maar ik weet ook niet hoe ik hier kom. Nee, daar is niks... Uh, uh, nee, precies. Maar dat, <laughs> daarbij, <laughs> maar dat dat alleen dit bewustzijn. Ja, dat is ongelooflijk dat iemand dat nog kan denken. Ja, maar wat ik mooi weg. vind aan jou is dat je, en ik hoop dat de kijkers zoals nu nog volgen, ik weet hoeveel mannen, mannelijke mannen, maar ook vrouwelijke vrouwen, denken eindelijk daarover iets op tv. Dat hoop ik ook. Maar wat ik mooi vind aan jou is dat je ook in je leven, dus die combinatie heel sterk zelf ja. ook vertegenwoordigt. Ja, Want hè, waarschijnlijk zeg je, oké, okay, ik ben hier ook op aarde om vrouwelijke waarden te vertegenwoordigen ja. en te versterken. Nou, niet te vertegenwoordigen zelfs, maar te versterken. Maar te versterken. Bij anderen eventueel. Ja, maar, maar jij zelf bent een heel mooi voorbeeld van. Met het hooglerenschap ja. en de wetenschap uh, in ja. je achterzak, zeg maar. Heel erg, ja. mannelijke wereld. En dan die hele andere uh, ja. uh, tegenhanger, de spirituele verbindende ja. hang. En uh, wijze. hebben ja. ja. we we elkaar, met zo, een mooie wij wijsheid. Ja, werd me natuurlijk niet altijd in dank afgenomen, hè? <laughs> dat zou je begrijpen. Ja, ja, logisch. Maar ik heb het ermee gered. Ja. Ik heb het er wel mee gered. Nee, dat anders maar pioniers is Pioniers hebben we ook nodig. Ja, nee, ja, dat is ook zo. En ja, dus. En uh, je zit er goed bij. Ja. Ja. <laughs> ja. Okay. Nou, maar nog je gaat het ook weer doen hierop of nou, dan... ja ik ga nog meer ik wil hier wel, uh, dat vind ik zo interessant ik ben wel benieuwd hoe mensen dit uh, in de verschillende deelgebieden maar dat is leuk om dat dan te weten te komen ja. hoe ze in allerlei gebieden uh, ermee omgaan ja ik heb bijvoorbeeld in die porna, beweeg ik ook heel interessant dat vrouwen echt denken wacht even hoor dat is, zo wil ik helemaal niet kijken naar seksualiteit nee. dat gaan we eens even zo doen, zo willen wij dat zien dat vind ik ja. heel interessant of inderdaad in, de, in het onderwijs, weet ja. je, hoe dat, hoe dat zich aan het kanten ja, is. Ja, ook of... heel belangrijk hoe het naar, naar kinderen toegebracht wordt. Precies. Want er en... wordt vaak weer gezegd, ja, er worden alleen vrouwen zitten in het basisonderwijs. Dat is het is ja. te vrouwelijk, zeg maar. Maar dat ja, gaat dan niet dan over Ja, dan moet je vrouwen. je vragen zijn het mannelijke vrouw vrouwelijke vrouwen? Hè? Dus als je puur vrouwelijke vrouwen hebt, ja, dan kan je eens wat gaan mengen. Ja. Mensen zeggen wel eens, je moet op een vrouw stemmen. Nou ja, als je op een mannelijke vrouw stemt, dan heb je misschien veel liever een vrouwelijke man. Ja, precies. Hè? Dus gaat je moet wel gender, met je kwaliteiten bezighouden. Ja. En vrouwenberoep is ook wel interessant voor je dan, want die zijn, hebben toch een heel aparte sfeer. Als ergens enkele vrouwen of enkele mannen zijn, het verschilt de sfeer echt heel erg van als het gemeente is. Ja, ja zeker. zeker. Ja, ja, het ja. is uh, leuk, leuk dat je het doet. Heel leuk. Heel, heel leuk.